Ik ben aangeschoven bij Alice van Henmar Games. En Alice, je hebt van allerlei spellen meegenomen, ja, een aantal titels die we al kenden. Je hebt hier ook Conquer the Throne bij een. Lijkt een beetje op schaak. Ja, maar dat is natuurlijk anders. Dat hoor ik al heel veel. Als eerste reactie, oh, dat lijkt op schaak. Is zeker hetzelfde als schaak? Nee, dat is het dus niet. Ja. Het is eigenlijk is het bijna tegenovergestelde van schaak. Okay. Maar bij schaak gaat alles van het bord af. Ja. En hier blijft alles op het bord staan. En het doel van het spel is om twee van de drie kronen naar de overkant van het bord te brengen. Eindig op je eigen kleur toren. Ja. Het is wel zo dat de torens en de kronen los van elkaar bewegen. Dus je mag niet met een toren met een kroon erop zo naar de overkant lopen. Okay. Dat is niet de bedoeling. Mm-hmm. Wat je wel mag is kiezen uit twee dingen in je beurt. Dat is of je verzet torens of je verzet kronen. Ja. Als je torens verzet, verzet je er altijd twee. Okay. Die mogen alle richtingen op. Ja. Schuin, recht, naar achteren, maakt allemaal niet uit. Okay. Maar en één stapje of mogen ze ook verder? Ze mogen ook verder, okay. Maar de kleinste mag maar één stap, de minste mag twee, die moet twee stappen. Twee stappen. En de grootste die moet drie stappen. Ja, precies. En als je met de grootste tegen de rand beweegt, dan ga je als een biljartbal eigenlijk verder. Ketsje eigenlijk een soort van af. Ja. Je mag ook over andere torens springen, dat maakt allemaal niet uit. Okay. Maar je moet wel eindigen op een lege spot. Ja, ja. Dat is logisch. Ja. Dat is één keuze. De andere keuze is dat je kronen beweegt. Ja. Als je kronen beweegt, heb je drie stappen om te vergeven. Mm-hmm. Die mogen ook alle richtingen op, schuin, recht en achteruit. Ja. Maar die moeten altijd omhoog of omlaag bewegen. Ah. En je mag niet van 1 naar 3, je mag alleen maar van 1 naar 2 naar 3 naar 2. Ja, precies. En dat is dan de. Je mag ze ook zeggen 1, 2, 3 doen. Ah, oké. Okay. Dat mag ook. Dus die verdeling, dat bepaal je zelf, maar ze moeten omhoog en omlaag bewegen. Nou, zo probeer je het zo te manoeuvreren dat je als eerste twee van de drie kronen. Aan de overkant. En kun je ook over de tegenstanders een stukje heen? Je mag eindigen. Tenminste, je mag erop staan. Daarmee, op die manier blokkeer je ook dat zwart die. Ja, ja, precies. Die kan er niet meer bewegen. Die kan niet meer bewegen. Dus ook kun je de tegenstander wat vertragen en wat. Wat slim. Dus dat is eigenlijk het hele spel. Ja. Dus ik snap wel dat mensen denken van, oh, dat lijkt wel heel erg op schaak. Ja, het ziet er maar, ook zo uit. Ja, het ziet er ook zo uit. Dat is dan echt alles. Okay. Dus dat is eigenlijk het hele spel. Ja, ja, ik vind het altijd leuk dat jullie hebben zo'n hele leuke strategische nieuwe spel. Ja. Ik hou daarvan. Ja, daar ben ik zelf ook. Simpele regels, maar heel strategisch. Leuk. Dat zijn die spellen die speel je een paar keer en dan denk je, oh ja, de regels zijn eenvoudig, maar op een gegeven moment dan merk je, dan doet iemand iets en dan merk je, Want dat zijn leuke dingen, vind ik altijd zelf. Ja, super. Hey, ja. Hartstikke leuk, bedankt voor de uitleg. Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer. Ja, oké, top. Dank je. Heeft u deze video leuk gevonden? Vergeet hem vooral niet te liken en te abonneren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij Board Game Heaven.